Ronaldo woonde en werkte al meer dan een jaar in Nederland toen hij het voor een buitenlander gebruikelijke bezoekje bracht aan Marken en Volendam. Wie anders dan Harry kon hem het beste rondleiden. Hey. Kan je naar de klant passen? Het staat goed, man. Nou, dat is een echte samba, dat klinkt goed. Hij moet een beetje wijder uit. Nou, Ronaldo, daar komt hij. Dan moet je wel. Moet ik dichterbij of niet? Zeg maar whisky allebei. 1, 2. Nou, dan gaat hij. Whisky, hè? Hey. Ja, whisky. Ja, whisky moet je zeggen. Lekker? Ja, dus ook lekker. En dan lachen. Whisky en lachen, oké? Okay? 1, 2, whisky. Whisky. Daar komt hij weer, hè? Whisky. Juist. Ook biedt Volendam de mogelijkheid op onze wereldberoemde en, voor wie hem al kent, even gevreesde snack. Haring, heb je er wel eens van gehoord? Haring? Vis, pesca. Heb je er wel eens van gehoord? Nee. Rauwe vis, hoor. Maar die moet je wel een keer eten. Nu? Ja, wat denk jij nou? Geen honger. Zal ik het voordoen hoe het moet? Ja. En je let op. Kijk, dit is de haring. Oh. Rauwe vis, hè? Echt Nederlands, hoor. Hollandse kan het niet. Met een uitje. Dan pak je hem zo vast. Ja, ik doe het voor, hè? Jij doet het. Ik doe even voor. Kijk, zo. Huh? Dat is lekker, man. Ja? Oh, pak hem vast. Daar moet je hem pakken, hè? Je moet dit eten. Ja, nee, pak ik kan hem. Niet proberen. Ja, kom op. Kom op, man. Eén klein hapje. Hapje nemen. Omhoog? Ik kan... Hij moet omhoog, omhoog, zo. Omhoog, omhoog. Ja, omhoog. Nee, ik kan niet eten. Ronaldo! Ik kan niet eten. Waarom niet? Zo'n klein hapje. Gaat er niet dood aan, hoor. Ja. Proeven? Wat doe je nou? Okay. Dat was even slikken voor Ronaldo. Volendam barst van de beroemdheden. Hey, Annie. Hey. Hallo. Goeiedag. Kijk, Ronaldo. Hier. Hi. Annie Schilder. Goeiedag. Hallo, dit is Ronaldo. Ronaldo, de nieuwe... Dit is die voetballer. Oh. Nou, geef er een zoen. Geef er even een zoen, Ronaldo. Geef er even een zoen. Even zoenen, kom op. Huppakee. Zo is het. Nou, oké. Okay. Wat ben je aan het doen? Boodschappen? Wat? Ja, ik ga even inkopen doen alvast. Oké, okay. Nou, dan gaan we weer verder. Hé, hey, tot ziens, dag, hè. Dag, doei. Dag. Wat zijn die schilder, jongen? Waarom was die kleine nou altijd zo lastig? Hé. Hey. Wat is hij altijd? Ik heb geen zin. Ik heb geen zin. Dat zei hij altijd. Ik ben moe. Ja, ik ben moe. Romario is moe. Ik heb geen zin. Wat zeg jij nooit? Nee, ik ben niet moeilijk, jongen. Nee, jij bent geen moeilijke jongen, nee. Wat is de droom van Ronaldo? Wat Mijn is droom? Nou, ja, wat is jouw grote droom als voetballer of wat? Ja, wereldkampioen. Wereldkampioen? En spelen. Wereldkampioen? Niet op de bank zitten. Niet op de bank zitten, ja, en wereldkampioen worden? Ja. Met Brazilië? Met Brazilië. Er gaat niks boven Brazilië, toch? Nee. Niks is belangrijker dan het Braziliaanse elftal? Nee, niks. Braziliaanse elftal is voor is mij het allerbelangrijkste, ja, toch? Natuurlijk, voor elke speler van Brazilië ook. In 1998 al, in Frankrijk? Ja, Frankrijk. Wil je dan al wereldkampioen worden? Dan ben je pas 21, man. 21. Dan kan je nog, ben je 25, ben je 29. Jij kan 3 keer wereldkampioen worden, weet je dat? Moet kunnen, hè? Nou, dan geef ik jou nu van zijn hand. Dan kan ik in ieder geval zeggen dat ik Ronaldo ooit de hand heb geschud. 3 keer wereldkampioen.